Als volgt. Ik bijt spits af met een korte presentatie over het innovatieprogramma microverontreinigingen wat we uitvoeren. Aansluitend zal Maarten Nederlof vertellen over het versnellingsprogramma, wat de waterschappen allemaal doen om micro's en medicijnresten te verwijderen uit afvalwater. En aansluitend is dan gelegenheid tot Q&A, vraag en antwoord en de Mentimeter wordt ingezet. Boven in mijn scherm ziet u al de code van waarmee u in kan loggen met indementi.com. En ook de code om dan bij de vragen te komen. Dus je kan je vast inloggen, dan scheelt het tijd dadelijk. Na de eerste sessie Q&A en Mentimeter is Marlies aan beurt. Ik hoop dat het allemaal lukt met de presentatie en ook het geluid van Marlies. En aansluitend hebben we nog een keer een Q&A-ronde met de Mentimeter. We gaan aan de slag. Allereerst, ik wil wat vertellen over het innovatieprogramma microverontreinigingen. Dat voeren we samen uit met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We proberen daarmee nieuwe technologieën te versnellen, klaar te maken voor de praktijk. En de standaardtechnieken, dat zijn PAKAS, poederactief kooldosering in actief flipsystemen en ozondosering om medicijnresten te verwijderen uit afvalwater. En we kijken vooral naar nieuwe innovaties die dat beter kunnen doen of goedkoper. We hebben in ons innovatieprogramma circa 23 projecten. Het loopt van 2019 tot en met 2023, dus 5 jaar. En van al die nieuwe innovaties gaan we eerst in haalbaarheidsstudies kijken op een gestandaardiseerde manier naar de CO2-footprint, de kosten, verwijderingsrendementen, de stand van de technologieën, de technology readiness levels en in hoeverre de technologieën de biologische effecten verlagen. En dat doen we allemaal aan de hand van de verschillende kentallen en we zetten het af tegen de conventionele technieken. Als we kijken naar het innovatieprogramma en hoe ook de innovatieportefeuille zeg maar verdeeld is, kunnen we daar zeg maar grofweg 5 clusters in aanbrengen. Het gaat over oxidatieve technieken, waarbij ozon en UV centraal staan. Het gaat over verschillende systemen waarbij poederkool gebruikt wordt. Overige adsorptietechnieken, waarbij andere adsorptiematerialen gebruikt worden. De cyclodextrines en de ketchumids en dergelijke. Granulair kool toepassingen. En de filtratietechnieken. En die filtratietechnieken die raken ook het waterfabriekconcept, waarbij ook waterhergebruik weer primair als doel heeft. Vorig jaar hebben we een nieuwe oproep gedaan voor nieuwe ideeën, want we zijn dus al even bezig. En van daaruit zijn nog 4 projecten geselecteerd uit die pool. En die zijn toegevoegd aan het IPMV. Dus al met al hebben we een heel mooi palet van maatregelen, van technologieën. Die onderwerp van onderzoek zijn. Inmiddels hebben we ook al een aantal projecten die afgerond zijn. Bijvoorbeeld het onderzoek naar de filtratietechnieken op Willep. Het onderzoek is afgerond, de rapportage moet nog opgesteld worden. Dus hij staat hierbij afgerond, maar nog niet helemaal. Het onderzoek op Aarle-Rikstel naar UV en ook ozon is afgerond en gerapporteerd. We hebben onderzoek gedaan naar de combinatie van poederkooldosering in actief flip met ijzer. Die studie heeft na de haalbaarheidsstudie geen vervolg gekregen. En ook een onderzoek waarbij we gekeken hebben wat de effecten zijn van poederkooldosering op de slip-eindverwerking. Niet zozeer een nieuwe technologie, maar wel een onderzoek wat een goede basis legt voor de poederkooldosering in de praktijk. Die studie is afgerond en ook gerapporteerd.
Er is ook gekeken naar alternatieven voor actief kool, de biokolen. Welke kolen zijn er die minder impact hebben op de CO2-footprint van paakassystemen? En dat onderzoek is ook afgerond. En een onderzoek waarbij naar het systeem van Arvia heeft na de haalbaarheidsstudie geen vervolg gekregen. Onvoldoende basis dat de vereisten die wij stellen aan nieuwe innovaties voor de verwijdering van micro's gehaald worden. Omdat we keken met name ook naar die CO2-footprint en dergelijke. Nou, dat zijn dan de min of meer afgeronde projecten. Na die haalbaarheidsstudies zijn er ook pilots nu lopende. Andere nieuwe technieken moeten nog in die fase komen. Maar deze projecten die hebben inmiddels pilots of die zijn lopend of in voorbereiding. Op Wervershoofd hebben we de pilot met ozon met keramische microfiltratie. Bij met PWN samen en Hollands Noorderkwartier. Op Winterswijk gaat er een pilot lopen met U-Sonic. Combinatie met ultrasound en ozon, om te kijken of dat efficiënter is. Leiden-Noord gaan we aan de gang met poederkooldosering in combinatie met ozon. Simpelveld gaan we op een Nereda, met een coilslip systeem kijken hoe de dosering van poederkool functioneert. En op de zuivering Winkel wordt nageschakelde poederkool met een doekfiltratie beproefd op pilotschaal. En in Horstermeer gaan we met het one step, een variant op de one step filter aan de gang. Dus in combinatie met ozon. En in Emmen gaat het BODAC filter getest worden. Een systeem waar eigenlijk al jarenlang ervaring mee is in de puurwaterfabriek. En waarbij na jarenlange gebruik ook al verwijdering van micro's geconstateerd is. Zonder regeneratie van het actief kool. Nou, dat geeft voldoende aanleiding om dat te verdiepen. En binnen deze pilot wordt daar een variant op bedacht, getest die met name voor de verwijdering van micro's interessant is. Kortom, dit jaar gaan we erg veel kennis opdoen. Feiten vergaren voor alle pilots rondom de microverontreiniging. Een mooie fase van het innovatieprogramma. Nou, deze sheet geeft een overzichtje van, of een overzicht mag ik wel zeggen, van allerlei aanpalende projecten en ontwikkelingen. In de rechtsboven in de taakpunt, daar ziet hij het innovatieprogramma, zoals ik dat net even geschetst heb. Maar daaromheen gebeurt heel veel meer. Er wordt gekeken naar de biologische effectmonitoring, naar hoe we meten, hoe we bemonsteren, hoe we rendementen kunnen berekenen. Hoe we goed ontwerp kunnen maken. Er vindt wetenschappelijk onderzoek plaats. En ook de herkomst van micro's wordt ook onder de aandacht gebracht. Rechts van dit plaatje is de praktijk, de demo-regeling, de gebruikersgroepen die geïnitieerd zijn om vooral de ervaringen goed te kunnen delen tussen de verschillende partijen. Er gebeurt heel veel. En ja, ik heb een take-home message, maar ik neem aan dat jullie eigenlijk allemaal thuis zijn. Dus de stay-home message is nu, er gebeurt heel veel op gebied van micro's onder het mom van lerend implementeren. We doen heel veel kennis op en het gaat er vooral ook om die kennis goed te delen en toe te passen en leren van de toepassing. Er is een ontzettend inspirerend en uitgebreid netwerk van waterprofessionals opgericht. In allerlei community of practices, begeleidingscommissies, gebruikersgroepen waar we elkaar weten te vinden. Het ontwikkelen van nieuwe innovaties, dat kost tijd. Het doen van labonderzoek, resultaten bespreken, maar ook om pilots uit te voeren, dat kost tijd en ook heel veel geld. En niet alleen technologie is nodig, maar nog zoveel meer. En ja, wat mij betreft, facts do matter. En ik hoop dat we zeker samen met de waterschappen, maar eigenlijk met alle waterpartijen, die micro's goed op de kaart kunnen zetten. Dit was mijn presentatie.
En ik wil eigenlijk graag meteen het woord doorgeven aan Maarten Nederlof. Die gaat vertellen over hoe de waterschappen bezig zijn met het thema microverontreiniging en welke plannen ze hebben om dat ook in de praktijk toe te gaan passen. Maarten, kan jij jouw presentatie delen? Nou, hoop ik dat jullie hem gaan zien. Zien jullie mijn presentatie? Nog niet. Anders moet de techniek even helpen, denk ik. En je had nog wel zo geoefend. Ja, nee, ja, hoop. Nu gebeurt wat. Ja, ik denk dat ik nou... We zien hem. Oké, dankjewel. Nou, even dank voor de introductie, Cora. Ik mag iets vertellen over het versnellingsprogramma. En het suggereert dat we heel veel haast hebben, maar het gaat er vooral om dat we ook daadwerkelijk met full-scale installaties aan de gang zijn. Dus niet in het onderzoek blijven hangen, maar ook daadwerkelijk op grote schaal installaties gaan bouwen. Met als doel om het effluent van die rioolwaterzuiveringen schoner te krijgen. Een aantal van de aanwezigen kennen mij misschien als beleidsadviseur bij Waterschap AMA's. Maar ik praat vandaag in mijn rol als programmamanager van het versnellingsprogramma. En dat is eigenlijk een hele goede samenwerking tussen de Unie van Waterschappen vanuit het beleid. De STOA vanuit het onderzoek wat Cora net verteld heeft. En de Vereniging van Zuiveringsbeheerders. En dat zijn de mannen en vrouwen die daadwerkelijk de zuiveringen in bedrijf hebben. En we maken dankbaar gebruik van de financiële bijdrage van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Even kijken. Dan naar de volgende. Ja, het doel is dus implementeren van aanvullende zuiveringen voor organische microverontreinigingen. Zoals Cora al zegt, er is heel veel te doen op het gebied van medicijnresten en andere organische microverontreinigingen. Ik denk dat wel bekend is ondertussen wat de ketenaanpak medicijnresten is. Dat begint met bronaanpak en dat is de zorg, de farmaceutische industrie, de artsen, de apothekers, onder het mom van alles wat er niet in het afvalwater komt, hoeven wij er in de zuivering niet uit te halen. Met uiteraard respect voor mensen die ziek zijn en gewoon medicijnresten nodig hebben. Ja, en onze analyse is bronaanpak prima, maar er zullen altijd medicijnresten in het afvalwater aanwezig blijven. Nou, daar richt dit programma zich op en dan gaat het met name over de prestaties van de aanvullende zuivering. Ja, dus de huidige zuiveringen doen ook al wat, in een aantal gevallen zelfs vrij veel. Maar toch niet voldoende. Dus het gaat over de aanvullende zuiveringen en met name het effect op het oppervlaktewater. Waarom doen we het nou en kunnen we nou meten wat het effect is? Nou ja, en uiteraard werken we samen met innovatie en onderzoek naar nieuwe technieken en meetmethodes om die effecten te meten. En het is de bedoeling om op basis van die ervaring ook handreikingen te geven voor ja, beleid of handreikingen. Op welke manier dan ook. Nou, misschien even terug, omdat we in een kennisfestival zitten. Zo van, ja, weten we dan genoeg om gewoon op alle zuiveringen zo'n installatie te bouwen? Nou, er zijn denk ik redenen om het niet te doen. Er zijn geen normen voor medicijnresten. Dus waterschappen die zitten klassiek in de normenwereld van... Als ik dan over de kaderrichtlijn water heb, je moet stikstof en fosfor verwijderen. Voor medicijnresten is dat nog niet het geval. Er moet dus niks. Waterschappen doen dat dus op een vrijwillige basis. Ik zat net in een andere sessie van het kennisfestival over toxische stoffen. En misschien zijn andere stoffen wel belangrijker. Hè? De gewasbeschermingsmiddelen hebben we ook last van in het oppervlaktewater. Maar er zijn ook heel veel redenen om het wel te doen. Het RIVM heeft een duidingsrapport geschreven in 2016. Een update verscheen afgelopen jaar. Waar toch wel redenen zijn tot zorg. Dus medicijnresten worden in oppervlaktewater aangetroffen. En het is zeker niet uit te sluiten dat dat ook negatieve effecten heeft. Nou, STOA is actief geweest, heeft een aantal rapporten gepubliceerd. Zowel over de hotspots, hè, op welke RVCT's verwacht je nou grote effecten. Maar ook heel veel studies over technologie
En die technologieën worden dan ook dankbaar geïmplementeerd. We zijn niet de enige in de wereld. Met name Duitsland en Zwitserland lopen op dit vlak op ons voor. En we kijken ook graag mee met het buitenland van goh, hoe doen zij het en wat kunnen we daarvan leren? En misschien nog wel een hele mooie van waarom wel. Ja, medicijnresten horen gewoon niet in het oppervlaktewater thuis. Daarnaast een maatschappelijk debat. In de politieke arena zijn medicijnresten een thema. De minister wil het, de demissionair minister moet ik nu zeggen. Tweede Kamerleden willen dat, hebben diverse moties ingediend. Nou ja, en ook de consument, de burger, de inwoner vindt daar iets van. Hè? Dus we willen dat ons drinkwater geen medicijnen bevat. Van sommige oppervlaktewaters wordt drinkwater gemaakt. Vissen ondergaan geslachtsverandering. Nou, zijn dat nou feiten of aannames? In ieder geval, er zijn genoeg redenen om het wel aan te pakken. Het programma gaat over lerend implementeren. Daar zitten dus twee werkwoorden in. Dat is implementeren en leren. Implementeren betekent, ondanks dat je nog niet alles weet, ga je wel aan de slag. Om het gewoon te doen en te meten en te ervaren van wat is het wel en wat is het niet. Dus dit is het lijstje van de waterschappen die concreet de komende jaren, dit jaar wordt de eerste installatie opgeleverd, aan de slag gaan met ozon, wat we dan beschouwen als een bewezen techniek. Vandaar dat we dat ook op full scale toe gaan passen. En een andere groep gaat met actieve kool aan de slag. Dat is ofwel poederkool, ofwel granulaire kool. Ondanks dat het lijstje wat korter is, wordt dit ook als bewezen technologie gezien. Leren is heel belangrijk, hè, dus we gaan niet meteen op alle zuiveringen deze technieken installeren. We willen ook gewoon kijken van wat is nou het effect. Ga ik niet in detail op in, maar ik heb even de belangrijkste vet gedrukt, voor zover dat digitaal kan. Dus bij de toepassing van ozon krijg je nevenproducten, hè, dus je oxideert niet alleen je medicijnresten en je organische micro's, maar je krijgt daar omzettingsproducten van, waarvan bromaat de bekendste is. Het goede nieuws is dat ook in STOA-verband daar weer nader onderzoek naar gedaan wordt. Dus het is altijd een combinatie van toepassen, meten en kijken hoe je dat ook eventueel kunt voorkomen. Bij actieve kool zijn er ook vragen. Dus wat Cora net genoemd heeft, is de klassieke actieve kool is gemaakt op basis van steenkool. Daar willen we op termijn vanaf. Dus er zijn ook ontwikkelingen naar groene kolen. Die dus een minder milieubezwaar heeft. Dus dat is een aandachtspunt. Dus we willen in die demo's, zodra dat kan, ook met alternatieve kolen gewoon experimenten doen. Van doen die het net zo goed als de oude kool. En doen is leren en ook ervaren. En een van de aspecten is dat op het moment dat je poederkool in je zuivering gooit, komt het ook in het slib terecht. En het heeft dus een direct effect op de slipbehandeling. En ook dat is een punt van onderzoek. Maar misschien nog wel het belangrijkste is van je kan wel zuiveren. Maar wat is nou het effect op het ontvangend oppervlaktewater? Dat is nog wel een dingetje. Het begint al met van hoe bemonster je dat? Ja, dus het is niet zomaar even een flesje in het effluent hangen en dan weet je het. Ja, dus de manier van bemonsteren moet je dat gedurende 24 uur, 48 uur doen is een punt van onderzoek. Wordt dus ook meteen bij die demo's in praktijk gebracht. En het bepalen van het effect op oppervlaktewater in de breedste zin van het woord. En dat is dan zowel chemisch, er zijn een aantal gitstoffen afgeleid die representatief zijn voor de grote hoeveelheid aan organische micro's. En heel interessant is ook de ecotoxicologie, dus met behulp van bioassays effecten meten. Dat staat nog een beetje in de kinderschoenen. Dus vandaar dat dat ook punt van onderzoek is. Misschien dan, ben bijna aan het eind voor de mensen die ongeduldig worden. En dat is eigenlijk het plaatje onderaan, hè, van we gaan nu echt een inspanning doen. Dus we gaan die zuiveringen realiseren. Die leveren ook een prestatie in de zin van
een verbeterd effluent. We gaan nu de stap maken van kunnen we meten wat dan het effect is op het oppervlaktewater. Ja, en dan het spannende is van als we daar dan iets van vinden en het effect is onvoldoende of misschien wel te veel, kun je dat dan terug vertalen naar een aanvullende inspanning. Nou, met name die stap terug van hoe je effecten terugvertaalt naar welke zuivering hoort erbij of welke zuiveringsrendement hoort erbij, welke techniek hoort erbij. Dat is nog een hele tak van sport. En dan gekoppeld aan een van de vorige sessies. Van ja, je meet een effect, maar weet je wel zeker dat dat medicijnresten zijn? Of was het misschien toch ammonium? Of was het misschien toch een gewasbeschermingsmiddel? Dus daar heb ik ook niet voor niets het woord onderzoek boven gezet. Nou ja, en dan hebben we een versnellingsprogramma. Hè, dus we maken een soort sprint. Het hele programma dat is vorig jaar begonnen, dat houdt in 2027 op. We verwachten dat we dan ongeveer 35 RWCT's voorzien hebben van een aanvullende zuivering. Dat is nogal wat, maar er staan er eigenlijk 100 op een soort hotspot aan lijst. Dus we hebben er sowieso nog 65 te gaan. Nou ja, met wat vragen van is er behoefte aan een handreiking? Maar ja, hoe maak je nou die keuze? Op welke plek ga je aan de slag en met welke techniek? En dan even hoe verder we de toekomst inkijken. Ja, gaan we natuurlijk ons zorgen maken over andere dingen. Er zijn meer dingen dan medicijnresten en organische micro's. Dus we hebben het over microplastics, we hebben het over antibiotica-resistentie, we hebben het over virussen. Dus de COVID-20 of 21, die misschien zich anders gedraagt dan COVID-19. Dus we verwachten dat er nieuwe uitdagingen komen. Gelukkig worden we geholpen door nieuwe technologie. Cor heeft daar al iets over gezegd in het kader van het IPNV. We staan aan de vooravond van wellicht een regelgeving. Dus de richtlijn stedelijk afvalwater wordt herzien. Het zou zomaar kunnen zijn dat daar ook regels, op welke manier dan ook, voor medicijnresten en andere organische micro's in opgenomen worden. Wie gaat het dan betalen? Dus de financiering is een discussie. En om het dan nog interessanter te maken, als we het hebben over de zuivering van de toekomst. En dan gaan we richting 2050. Dat klinkt heel ver weg. Maar de zuiveringen die we nu neerzetten, die staan er een jaar of 30. En dan is het al 2050. Dus we gaan ook naar een circulaire en een klimaatneutrale zuivering. En hoe passen daar dan die medicijnresten in? Die zuivering kost ook energie, verhoogt de CO2-footprint. Dus moeten we daar dan keuzes in maken? Of gaan we naar een zuivering die alle problemen in één keer oplost? Dat is denk ik even mijn... En heb ik er nog eentje met de Menti-code in de herhaling. Tot zover, Cora. Dankjewel, Maarten. Hartstikke mooi. Ik vind het altijd wel mooi om te zien dat... praktijktoepassingen en onderzoek, dat daar een goede kruisbestuiving op plaatsvindt. En dat we doen ons best, Cora. Ja, dat we elkaar weten te vinden. We hadden nu bedacht dat er nu tijd was om wat vragen te kunnen beantwoorden vanuit de toehoorders. Ik zie dat we inmiddels 39 mensen hebben in de virtuele zaal. Dus ik hoop dat er wat vragen binnen zijn gekomen. Mirabella, heb jij wordt de chat gevonden en gebruikt? De chat wordt nog niet heel intensief gebruikt, maar er is al wel iemand met een vraag en die wil die ook graag zelf stellen. Dus daar wil ik graag de gelegenheid voor geven. Dat is Marcel Tonkes. Ja, hallo. Ik was nog maar net... Goedemorgen. Ik was nog maar net ingelogd en kwam uit een andere sessie. Maar wat daar al langs kwam en ik ook net hier voorbij zag komen, is hoe kun je nou überhaupt naar beter beeld krijgen van de werking van je zuiveringen. En ook vooral ook een beter beeld, niet alleen op het chemisch vlak, maar ook die ecologische impact. Dus ik had even aan de chat toegevoegd dat al lang geleden, toen ik bij het RISA nog werkte, en toen het nog RISA heette, wat nu later Waterdienst werd en nu WVL, werkte ik samen met de nodige collega's aan totaal effluent beoordeling. Dat was toen een manier om juist om te gaan met dat grote mengsel aan vele stoffen. En hoe krijg je daar nou grip op? Wat voor impact dat nou precies heeft, ook voor die ecologie?
Dus het was toen al een hele, ja, de naam eigenlijk mixture toxicity, dus mengseltoxiciteit, dat kwam toen al langs. Daar is nog veel werk aan verricht, maar de, zoals ook in de sessie hiervoor, toen Bas van der Wal werd aangegeven, ja, toen was de tijd er nog niet helemaal rijp voor. Nou, dat heeft ook wel met meer dingen te maken hoor. Dat heeft ook wel te maken met gewoon dat velen het nog niet echt zagen zitten en toch op, meer op de chemie wilden focussen bijvoorbeeld, of meer op de ecologie en niet zozeer op toxiciteit. Maar inmiddels is wel duidelijk uit het werk aan de sleutelfactor toxiciteit voor de STOA. Dat kwam net in de andere STOA uitgebreid, of een andere sessie uitgebreid aan de orde. Dat dat toch wel een grote impact heeft. En dat zeg maar 1/3 van zeg maar, effecten die we zien, wordt veroorzaakt door die toxiciteit. Dus wat ik bedoel te zeggen is van hé, er ligt al heel veel, ook uit het verre verleden, maar het is nog steeds actueel. Het gaat dus over het werken met bio-essays. Dus maak vooral gebruik, dat is vooral mijn punt, van wat er al is. En probeer niet opnieuw een wiel uit te vinden. En probeer het juist te combineren met die nieuwe kennis en de nieuwe inzichten. En de bredere datasets die we nu hebben. Nou, lijkt me een hartstikke mooie oproep, Marcel. Ik zie trouwens dat Ron van der Oost ook in de zaal is. En als ik bio-essays hoor, dan moet ik altijd aan Ron denken. Dus ik hoop eigenlijk dat Ron hier nog even een korte reflectie op kan geven. Ja, dat is inderdaad zo. Van die, ik ben eigenlijk met het Simoni-model een beetje voortgeborduurd op de totaal effluentbeoordeling. Ik heb eigenlijk alleen twee dingen die ik, waarvan ik dacht dat dat misschien de boel zou belemmeren, dat de mensen het niet gingen gebruiken, is dat het ten eerste heel duur was en ten tweede waren er niet echt duidelijke richtlijnen van wat nou goed en slecht was. Dus ik heb het geprobeerd met een pakket bio-essays die nou, toch wel betaalbaar waren. Ze worden ook wel weer steeds duurder, dat is dan wel weer jammer. En ik heb ook zeg maar, een soort effectsignaalwaarde, dus een bepaalde normen voor die bio-essays. Dus dat, ja, dat je niet, als je een meting gedaan hebt, naar een toxicoloog moet gaan van wat betekent dit nou? Dus je kan gewoon zelf zeg maar, je toetsen uitvoeren. En daar was Risa ook destijds wel mee bezig, maar ik vond die normen dan niet echt keihard en niet heel duidelijk. Dus, maar het is natuurlijk, ja, ik ben natuurlijk voorstander van dat er gewoon veel meer effectmetingen gedaan worden. Want ja, je kan geen 170.000 stoffen meten. Dus je moet daarom is het wel... nu ook wel zo mooi dat het hele begrip biologische effectmetingen nu wel begint, voeten aan de grond begint te krijgen bij in de regeling, de subsidieregeling die het Rijk nu uitgeeft. Van ja, we willen daar echt nu mee aan de gang gaan. En ook als ik dan zie van wat voor onderzoek daar nu allemaal gedaan wordt. En ik mag hopen dat het werk wat in vroegere jaren gedaan is voor de TEPS, dat nu ook wel gebruikt wordt. Of in ieder geval dat daar gebruik van wordt gemaakt. Nou ja, dat we daar nu wel echt ervaring mee op gaan doen. En zo'n gebruikersgroep die nu ook rondom monitoring opgericht wordt. Nou, ik hoop dat we daarmee nu wel stappen kunnen maken. Eens even kijken. Zijn er nog meer vragen? Want we hebben ook nog wat Mentimeter vragen die we iedereen willen stellen. Nee, Stefan Weijers die reageerde nog weer van dat er een punt bij de bio-essays is of er een goede nulmeting is. Maar ik zie dat hij net weer uit beeld is gelopen. Dus er zijn geen andere vragen over een ander punt. Okay. Oh, daar is Stefan weer. Misschien ja, ik was wel in. Ja. Oké. Okay. Ja. Nee, ja. Vorige week hadden we ook meeting stuurgroep Schone Maaswaterketen, waar Maarten ook aanwezig was. En toen hebben we het ook over die nulmetingen gehad. Ook omdat, ja, we gaan nu van start met allerlei full-scale installaties en pilots. Ja, dus toen wil je eigenlijk een goede nulmeting doen. Dus toen hadden we het ook over de bio-essays. En dat leek een heel mooi iets, maar ik begrijp toch wel dat het heel lastig is. Maarten gaf aan dat ook de protocollen en de procedures steeds veranderen. Dus als we nu een nulmeting doen, en we doen over 3 jaar een 1-meting en over 6 jaar een 2-meting, ja, dan wordt het waarschijnlijk appels met peren vergelijken. Ja. Dus hoe doen we dat nou? Het leren te implementeren, ja. Ja, dat precies, we onderweg toch de spelregels kunnen veranderen. Ja. Dus hoe gaan we daarmee om, zeg maar? Want kun je misschien toch iets afspreken dat we in ieder geval een bepaalde set hebben die we ook vasthouden? Anders kunnen we nooit over 5 jaar terugkijken en zeggen, ja, het is nu veranderd of verbeterd. Dus dat is best wel een punt als we naar de effecten willen kijken. Mag ik daar iets over zeggen? Graag. Nee, want wat we inderdaad doen is, en het dilemma is duidelijk, hè, van
als je zeg maar elk jaar je methodes verandert, krijg je een soort trendbreuk in methodes. Dus het idee is dat BioC's die er nu zijn, hè, die Ron ook noemt, dat we daarmee aan de slag gaan en die dan ook gewoon een poosje blijven gebruiken. En daarnaast dat we dan allerlei nieuwe inzichten en nieuwe methodes daarnaast zetten. Ja. Dat je in ieder geval een soort basis hebt, dat doen we met die gitstoffen ook, hè? Dat je een soort basis hebt van dingen die je blijft meten en tegelijkertijd nieuwe methodes introduceert. En dan komt er op een gegeven moment een moment dat je zegt van, die oude methodes zijn zo verouderd dat we dan een keer mee ophouden. Hè? Dus we gaan daar gewoon een slimme combi in maken. Lijkt me goed werkbaar. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Ik denk dat we de Q&A, de andere vragen kunnen we na de presentatie van Marlies nog beantwoorden. Ik wil nog heel even kijken naar twee vragen die we opgesteld hebben in de Mentimeter. Ik hoop dat iedereen inmiddels ingelogd is op de Mentimeter. Met ook de code 78. Oh kijk, de vraag is al gesteld en de antwoorden komen al binnen. En voor degenen die nog niet ingelogd zijn, boven in deze sheet staat de code. En de vraag is van, is er voldoende bekend over ozon en PAKAS om dit in Nederland verantwoord toe te kunnen passen? Want we zijn er volop mee aan de slag, maar weten we eigenlijk wel voldoende? En we kunnen natuurlijk in het buitenland gaan kijken, maar er zijn toch nog wel een aantal vragen waar we mee worstelen. Bij wanneer je het onder Nederlandse omstandigheden goed wil gaan toepassen. Nou, daar hebben inmiddels 20 mensen gereageerd. De meerderheid, of de helft, die zegt toch ja, er is voldoende bekend. 3 mensen zeggen nee, het kan nu nog niet op verantwoorde manier. En 7 mensen zeggen, nou, ik weet het niet, ik sta er misschien iets te ver vanaf. Van de praktijk om dat goed te kunnen zeggen. Maarten, verrast jou dit resultaat? Dat toch een aantal mensen van 3 van de 13 in ieder geval zegt van, oh, we hebben echt onvoldoende kennis om dit nu te doen? Het verbaast mij niet, hè, want er worden natuurlijk toch veel vragen gesteld over van, spoelt dat spul niet uit? Dus dat is wel... We hebben natuurlijk veel pilotonderzoek gedaan, we hebben pilotonderzoek gedaan, onder andere op de RVC Papendrecht. En het is natuurlijk altijd de vraag van hoe vertaalt zich dat naar andere locaties. Dus ik snap hem wel. Ik ben wel benieuwd, dan hebben we zeg maar als organisatie nog iets te doen in de zin van nog meer webinars en dit soort kennisfestivals. Ik ben wel benieuwd bij die mensen die overtuigend nee zeggen van wat is dan hun grootste zorg. Dus misschien dat ik van die 3 kan reageren. Ja. Nou ja, of laten we ze even op de chat zetten, want ja, de tijd schrijdt voort. Dus de mensen die nee geantwoord hebben, geef even je zorgen aan in de chat. Kunnen wij weer van leren in het... Zeker, ja. Kunnen we naar de volgende vraag? En dat gaat over het innovatieprogramma. Daar zijn we 5 jaar mee bezig. We zijn al mee aan de slag met haalbaarheidsstudies en pilots. En ja, wanneer kunnen we die kennis nu eigenlijk goed gebruiken? Kennisontwikkeling kost veel tijd. Geef je mening over wat je denkt van... Nou, we kunnen die kennis goed toepassen op het juiste moment wanneer we daaraan toe zijn. Of, de meeste investeringen hebben we allemaal al gedaan tegen die tijd dat we eindelijk weten hoe het moet. Dus dat is een beetje de 2 uitersten die hier gegeven worden. Het innovatieprogramma loopt 5 jaar tot 2024. De tweede tranche van het versnellingsprogramma loopt tot 2027. En als ik zo zie wat er nu ingevuld wordt op een schaal volgens mij van 1 tot 5, zitten we toch wel heel erg in de oneensfase. En dat doet mij natuurlijk deugd, want dat betekent wel dat we met het innovatieprogramma hopelijk goed bezig zijn om het op het juiste moment wel gereed te hebben voor de praktijk.
Nou, ik denk dat het zo wel zo is. Dus ik ben blij met dit resultaat. Maarten, jij ook, als jij dit zo ziet met alle innovaties die in het innovatieprogramma onderzocht worden en de planning van de praktijkzuiveringen? Ja, we kunnen er alleen maar tevreden mee zijn, toch? Dat we gewoon steun hebben voor de dingen die we doen. Zo interpreteer ik het even. Heel goed. Oké, ik stel voor dat we nu naar Marlies Verhoeven gaan. Ik hoop dat de techniek een beetje meewerkt. Marlies is waarschijnlijk niet in beeld, maar ze is wel te verstaan, hopelijk. Ja, het geluid werkt prima, denk ik. Kijk, en ik zie ook je presentatie die Michelle bedient. Succes! Ja, dankjewel. Ik wil graag iets vertellen over wat we bij het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden doen aan medicijnverwijdering. En welke stappen we al hebben genomen. Mag ik de volgende sheet? Eigenlijk is de basis voor ons echt de hotspot-analyse van 2017. Daar zijn in de tijd eigenlijk 4 zuiveringen uitgekomen die vrij hoog scoorden. En dan gaat het over Woerden, Nieuwegein, Utrecht en Houten. En de waterzuivering van Zeist, die staat ietsje lager in de lijst. Maar daar gaan we sowieso, willen we daar behoorlijk wat gaan aanpassen aan de zuivering om KRW-doelstellingen halen voor 2027. Dan is het wellicht een goed idee om ook een aanvullende techniek voor medicijnverwijdering mee te nemen in zo'n project. En wat je bij ons merkt is dat de rijksbijdrage die het ministerie heeft vastgesteld om aanvullende technieken te gaan toepassen voor medicijnrestenverwijdering, dat wel een sterke impuls is geweest voor ons waterschap om echt aan de slag te gaan met full-scale installaties voor medicijnverwijdering. Volgende sheet. Onze keuze is gevallen op de zuivering Houten. Je ziet hier een overzicht, een foto van de zuivering. Hij ligt vrij dicht aan de A27 bij de afslag naar Houten. Het is een carouselsysteem. 2 carousels, een aantal nabezinkings. En de zuivering loost op het Amsterdam-Rijnkanaal, die er ook vlakbij ligt. Mag ik de volgende sheet? In Nederland is er inderdaad nog niet heel erg veel ervaring op full-scale gebied bij waterzuiveringen. Maar in Duitsland wel. Daar worden natuurlijk al gewoon op volwaardige installaties worden daar ozon- en paarkastechnieken worden toegepast. Een reden wel voor ons om te kiezen voor Houten is om niet gelijk op een grotere zuivering te beginnen, zoals Utrecht en Nieuwegein, die zijn allemaal een stuk forser, maar wel een beetje te beginnen op een wat kleinere zuivering. En dan is Houten van die 5 zuiveringen die ik noemde, is dat onze minst grote zuivering. Want het gaat natuurlijk wel om het lerend implementeren. We gaan wel een installatie neerzetten en we gaan ook heel veel leren van het ontwerp van die installatie en straks ook van de bedrijfsvoering van de installatie. Dus het is ook zo dat we nog niet alle kennis precies hebben, zoals je misschien over een paar jaar wel meer zult weten daarvan. Dus vandaar dat we ook kiezen voor een kleinere zuivering om dat te gaan doen. Deze installatie heeft eigenlijk, verwachten we niet, dat daar strengere stikstof- of fosfaateisen zullen zijn voor de komende tijd. Dus we kunnen ons daardoor ook puur focussen op de aanvullende techniek. En de zuivering Houten heeft duidelijk invloed op de drinkwaterkwaliteit in het lekkanaal. Daar is ook een drinkwaterwinpunt van Waternet. En die zien ook medicijnresten en ook andere stoffen zoals AMPA, glyfosaat en bisphenol. Daar zien ze de concentraties van stijgen. Dus daar is ook wel de behoefte om iets te gaan doen. Onderin heb ik nog eventjes het ontwerp van de zuivering. Dat is een installatie van 72.000 IE met een droogweeraanvoer van 580 kub per uur. Mag ik de volgende sheet? Wij hebben in 2018 inmiddels al een aantal technieken met elkaar vergeleken. En dan gingen we toch uit van de
voornamelijk bewezen technieken. En dat is dan oxidatie van het effluent met ozon, de poederkooldosering en de actief slip, het granulair actief slip filtratie en een combinatie van ozon met gakfiltratie. Die vier technieken hebben we met elkaar vergeleken op de doelstellingen die we willen halen. En we hebben daar natuurlijk ook op kosten met elkaar vergeleken. En dat is te zien in de volgende dia. Daar hebben we een multicriteria-analyse op losgelaten. En je kunt hier ook zien welke criteria we gebruikt hebben. Eén is de betrouwbaarheid van de techniek ook. Die staat helemaal bovenaan. Wij verwachten wel dat we met ozon vrij goed kunnen gaan voldoen aan de voorwaarden die het ministerie stelt. Voor de 70% verwijdering van medicijnresten van het begin van de zuivering tot aan het eind. We hopen ook nog dat we nog wat van die extra aandachtstoffen die bij het drinkwaterbedrijf onder de aandacht zijn, dat we die ook weg kunnen halen met ozon. De energiegebruik is wel wat minder gunstig natuurlijk bij ozon. Je hebt daar veel energie voor nodig om de ozon te produceren. En verder nog de inpassing op de zuivering. Of we er genoeg plaats voor hebben, de ervaring op de markt die er is. Dus we hebben al deze technieken zo met elkaar vergeleken. En we zijn uitgekomen op een ozonreactor die we gaan toepassen op het effluent van de drie nabezinkingen. Mag ik de volgende dia? We zijn nu eigenlijk, loopt het project ozon. We hebben gekozen om voor een bouwteamconstructie te gaan. Zodat we in ieder geval de kennis van het waterschap en de kennis van de marktpartijen zo goed mogelijk bij elkaar brengen. Afgelopen zomer hebben we de aanbesteding gedaan. En daar hebben we, wij hebben gekozen voor de marktpartijen Nijhuis, Witteveen en Bos Pannenkoek. We zijn afgelopen oktober gestart met de ontwerpfase en die zal nog lopen tot het voorjaar 2021. Een belangrijk aandachtspunt is ook dat we de bromaatvorming, dat we niet te veel bromaat gaan vormen met de ozoninstallatie. Het waternet die wil graag dat we een niet te hoge concentratie bromaat vormen. Omdat zij ook natuurlijk weer voor hun drinkwater ook normen hebben voor bromaat. En hopelijk hebben we in het voorjaar van 2021 een goed idee van wat de kosten zullen zijn van de installatie op houten. En daarna zullen we overgaan op realisatie. En dat zal ongeveer in de loop van dit jaar tot het eind van 2021. En dan gaan we hem aan het eind van het jaar, begin 2022, in bedrijf nemen. Mag ik de volgende sheet? Wat gaan we verder nog doen bij de Stichtse Rijnlanden? We hebben dus nog vier andere waterzuiveringen waar we naar willen kijken. Woerden is eigenlijk de eerste die voor ons weer op de planning staat. Die willen we nog graag inderdaad in de eerste tranche voor 2023 gerealiseerd hebben. We zijn er op dit moment aan het meten, zowel zuivering als op het ontvangende oppervlaktewater. En we hebben er ook gesprekken met het drinkwaterbedrijf Oase, wat daar een grondwateronttrekking heeft in de buurt van de waterzuivering. En waar het effluent van de zuivering van Woerden daar invloed op heeft. Daarnaast hebben we de zuivering Utrecht. Daar hebben we een paar jaar geleden hebben daar een REDA-technologie toegepast. Daar gaan we de komende maanden starten de meetcampagne. En dan willen we een heel jaar rond willen we kijken wat daar aan medicijnen binnenkomt. En wat de zuivering weer verlaat en wat dus de rendementen zijn van het REDA-proces. Daar hebben we ook nog een slipverwerking. Dus daar komt ook nog extern slip op de zuivering aan. En dan wordt er ook waarschijnlijk, er worden ook weer medicijnresten mee toegevoegd op de zuivering. Dat geldt ook voor Nieuwegein, is ook een centrale slipverwerking. En bij de Stichtse Rijnlanden zijn er nog, op dit moment zijn we ook goed aan het kijken naar hoe willen we verder gaan met onze slipbehandeling en slipverwerking en de centrale slipverwerking op de zuiveringen. Dus dat kan ook nog heel veel invloed hebben voor Nieuwegein.
En of zij, nou ja, dan gaan we de, een aanvullende techniek meenemen in de aanpassing die we voor 2027 willen doen. Maar daar hebben we nog geen beeld van wat dat precies gaat worden. Dat komt inderdaad later eigenlijk pas. Mag ik de volgende ziet? Ja, dingen waar we nu wel tegenaan lopen of aangelopen zijn, dat is eigenlijk specifiek voor houten. Heb je zandfiltratie nodig of nog een andere biologische nabehandeling als je ozon toepast? Daar heb ik eigenlijk nog geen duidelijk beeld van hoeveel dat nog kan bijdragen. Hè? Want dan moet je natuurlijk denken aan gevormde metabolieten bij het ozonproces. Of je die dan nog op een ja, biologische manier kunt afbreken of verminderen voordat je het water loost op het ontvangende oppervlaktewater. Andere mogelijkheden die er nu zijn, is natuurlijk, ja, je kan een praktijkpilot gaan doen. Maar kan je ook bijvoorbeeld met virtueel piloting, hè, dus modelmatig, bijvoorbeeld een ozonreactor of een ozondosering nabootsen. En kun je daar meer antwoorden krijgen op de vragen die je hebt in het ontwerpproces. Dus dat vind ik ook een hele interessante. Die vind je ook plaats bij een paar waterschappen die dat toepassen. Dus misschien is dat ook wel heel goed om te doen. En dan heb je ook minder tijd en geld nodig versus een praktijkproef. Nou, andere mogelijkheden zijn er nog dat je technieken gaat combineren, hè, zoals ozon en actief kool toepassingen. Waardoor je eigenlijk een beetje van allebei de voordelen hebt en hopelijk de nadelen, zoals het energieverbruik, de vorming van bromaat, maar ook de vorming van extra slip bij paakas, dat je dat wat kunt beperken. Nou, de volgende vraag, ik heb er al twee genoemd eigenlijk, hè. Utrecht en Nieuwegein, die hebben een centrale slipbehandeling. Hoeveel medicijnresten worden er aangevoerd op de zuivering middels het externe slip wat aankomt? Nou, afhankelijk van hoe je natuurlijk je slip gaat behandelen, bijvoorbeeld met de vergisting of met TDH, maar hoeveel medicijnresten komen er dan weer vrij bij die technieken? Dus dat is vooral voor onze installaties van Utrecht en Nieuwegein, is dat eigenlijk wel iets wat... Waar we graag antwoord op willen hebben in de toekomst. Volgens mij ben ik er nu doorheen, denk ik, de laatste sheet. Ja, oké. Tot zover. Zijn er vragen? Dankjewel, Marlies. Mooie presentatie. Jammer dat we jou niet kunnen zien. Ja. Zijn er vragen? Mirabella. Over de presentatie van Marlies heb ik... Oh, er komt er nu een binnen... die is van Hans Wouters. Hans, wil je die zelf stellen? Dat kan, als jullie me horen. Ja, we horen je. Luid en duidelijk. Goed. Ja, ik had de vraag gesteld welke restbromaatconcentraties moet je aanhouden voor de zuivering in houten. Zijn daar eisen aan gesteld, ongetwijfeld, en hoe denk je die te gaan halen? Ja, wij hebben het eisen meegekregen van 5 microgram bromaat. Per liter. Per liter. En dat is een behoorlijk lage waarde. En we hebben van tevoren gekeken, hè, want het heeft heel veel te maken met hoeveel bromide dat je in je afvalwater hebt. Als je bromideconcentratie voldoende laag is, dan is de kans op bromaatvorming ook geringer. Dus we hebben vorig jaar, in 2019, een hele tijd het effluent van de zuivering houten op bromide geanalyseerd. En ook het drinkwater in de gemeente houten, ook op bromide. Want het kan natuurlijk ook nog zijn dat een bepaalde industrie extra bromide toevoegt aan het afvalwater. Ja. En daarom bleek dat we echt wel van hele lage concentratie bromide uit mogen gaan. Daarna hebben we ook nog middels ozonproeven, dus echt het doseren van ozon op labschaal, hebben we ook nog gekeken van in die range die wij denken te gaan doseren straks, hoe is daar je bromaatvorming? En uit die proeven bleek ook dat we in ieder geval onder die 5 microgram moeten kunnen blijven zitten straks, ook in full-scale installatie. Oké, dus zonder aanvullende maatregelen. Ja, in principe zonder aanvullende maatregelen. Ja. En Marlies, heb je in die testen die je gedaan hebt ook gekeken naar de biologische effecten?
Want de discussie net voor jouw presentatie, dat ging heel erg over de effectmonitoring. Hebben jullie daar ook mee geëxperimenteerd en data verzameld? Nee, de biologische effecten hebben wij nog niet gedaan. En dat is ook echt wel eentje die straks ook in de praktijk echt moet blijken. Kunnen we die verlaging van die biotoxiciteit met 50%, kunnen we die ook daadwerkelijk halen straks met de ozonreactie op houten? Dus dat is echt nog wel een beetje een vraag voor ons. En op Utrecht ga je zo'n monitoring doen, hè, gedurende een jaar. Loopt die daar wel mee? Daar loopt die ook nog niet mee, inderdaad. Nee. Nou, zou wel leuk zijn, toch? Om daar wat meer... Goed een paar keer doorheen te gooien, inderdaad. Ja. Want we gaan 12 keer analyseren maandelijks. Dus dat is misschien een beetje veel, maar wel een keertje de biotoxiciteit meten van het experiment. Dat is eigenlijk wel een heel goede. Ja. Nou, lijkt me hartstikke goed. Mirabella, zijn er nog meer vragen of kunnen we nog een mentimetertje erin gooien op de valreep? Nog een kleine aanvulling op dat bromaatverhaal. Om het verhaal even compleet te maken, als het mag. Ja, natuurlijk. Nee, dus op het moment dat het ontvangend oppervlaktewater direct of indirect een drinkwaterbestemming heeft, dan krijg je inderdaad de gesprekken met Waternet of Dunea of Evides. En dan kom je inderdaad op enkele microgrammen uit. En de drinkwaternorm is 1. En bij na desinfectie 5 trouwens. Op het moment dat er geen drinkwaterbestemming op dat oppervlaktewater zit, dan mogen die bromaatgehaltes waarschijnlijk hoger zijn. Volgens mij is Caroline online en het RIVM is op dit moment bezig de oppervlaktewaterrichtlijn te herzien. En ik hoor daar 2 getallen bij, dus ik heb de einduitslag nog niet, maar dat wordt of 30 of 50 microgram per liter. Volgens mij wordt het 30, Maarten. Werk jij bij het RIVM? Nee, dat niet, maar we hebben met hetzelfde punt te maken met de zoetwaterfabriek van de Grote Lucht. En daar is dus nu op dit moment sprake van dat we uit moeten gaan van 30 microgram per liter aan bromaat. En dat, goed, dat heeft verder geen drinkwaterbestemming, dus dat zal ongetwijfeld die kant op gaan. In ieder geval fors hoger dan die 5. Ja. Hoeveel hoger, dat horen we dan nog. Ja. Oké, dankjewel. Mooie toevoeging. Stefan die heeft nog een handje, zie ik. Maar we beginnen ook tegen de eindtijd te lopen. Dus wil je het kort houden, Stefan? Ja, dat kan. De vraag kan kort zijn. Het antwoord weet ik niet. Wat zijn de afspraken over hoe we de biologische toxiciteitsvermindering bepalen? Wordt daar niet een nulmeting verwacht? Of doen we dat door iets van ingang-uitgang? Maar dat lijkt me lastig. Er wordt een reductie van 50% verwacht, hè, als streven. En op het moment als je een nageschakelde technologie hebt, dan kan je voor- en nameten. Ja, tussentijds. Helder. Ja. En anders, dan moet je als je paakas gaat doseren, poederkool gaat doseren, dan moet je nulmeting vooraf doen. Ja. En dan moet je het in de tijd gaan vergelijken. Zo heb ik het begrepen. Even voor aanvullingen, want die is wel spannend. Want het gaat in de regeling om het effect op het effluent. Ja, dus je moet dus die reductie van toxiciteit in het effluent bepalen. En het zegt nog niet alles over het effect op oppervlaktewater. Dus dat is een soort vrijwillige actie. Waar gelukkig de meeste van de deelnemende waterschappen die echt op een grote schaal aan de gang gaan. Die gaan dus ook daadwerkelijk in oppervlaktewater BOC's toepassen. Oké. Dat is hartstikke mooi. Ik wilde nog een mentimeter ingooien. Denk maar eentje nog, gezien de tijd, want we hebben nog maar een kleine 5 minuten. En ik wil jullie graag vragen, over 10 jaar, op hoeveel zuiveringen worden dan aanvullend micro's verwijderd? En als je kan even in gedachten houden dat als je hier 10% invult, dat zeg maar de 35 plus minus de 35 zuiveringen zijn die in het versnellingsprogramma staan. 30% zijn de 100 hotspot areas het is. Maar je zou ook kunnen denken van misschien dat over 10 jaar dat wel een aantal, dat ze misschien toch niet in bedrijf zijn. Dat ze uit bedrijf zijn genomen of dat er toch minder gerealiseerd gaan worden dan dat we nu denken.
En natuurlijk, je kan de schaal kiezen van 5% tot allemaal. 100%. En ik zie hier de balletjes zich verzamelen. Toch wel tussen de 20 en de 30%. Een enkeling denkt allemaal. Eentje. Dus wie is dat? Wie is dat? Ja, 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 ja. Iemand denkt die heel graag ozon of poedercool of actief kool wil verkopen. Maar dit geeft wel een mooi beeld, denk ik. Ik denk wel meer dan de 35 die nu in het versnellingsprogramma staan. En dus de ontwikkeling zet wel door. Is niet afhankelijk van alleen maar de subsidie vanuit of de bijdrage van het ministerie. Maar de verwijdering van medicijnresten en micro's kunnen we niet meer. Daar kunnen we niet meer omheen. Dat is mijn conclusie. Maarten, wil jij daar wat aan toevoegen? Ben je hier blij mee? Het is dus interessant, dus even de aantallen die gaan inderdaad in de richting van meer dan 35 en op weg naar de 100, om het zo maar even samen te vatten. En mijn conclusie is dat we dan in het STOA-onderzoek samen het versnellingsprogramma, dus waar we het over gehad hebben, die handreiking, van hoe bepaal je nou welke locatie in aanmerking komt en waarom en welke techniek pas je dan toe. Dat dus een hele relevante bijdrage kan zijn aan de discussie. Mooi. Oké, ik wou de Mentimeter even hierbij laten. Mirabella, zijn er nog hele prangende vragen vanuit de chat of reacties daarvan je zegt van die vragen om toelichting of dat moeten we even delen? Nou, we hebben natuurlijk nog gevraagd aan de nee-stemmers destijds voor Pagas of Ozon waarom dat niet zo was. Twee van de drie hebben daarop gereageerd. Dus misschien dat toch even delen. De laatste reactie is met name dat er verschillende rendementen op verschillende micro's zijn van verschillende technologieën. Dat is heel vaak het woord verschillend. Maar dat je met adsorptie bijvoorbeeld de ene set aan micro's verwijdert en met oxidatie de andere set van micro's. Dus deze meneer vraagt zich af of je dan met één technologie wel de vereiste verwijdering kan halen. En daarnaast zijn ook nog een aantal dingen onduidelijk en dat heeft ook een andere nee-stemmer aangegeven. Met name de bijproducten van ozon en de invloed van Pacas op de slipwerking. Dus dat was de reden waarom een aantal mensen hebben gezegd, nee, dat vind ik nog niet verantwoord. Ja, dat zijn hele herkenbare items, denk ik, die ook nog onderwerp van onderzoek zijn. En de vraag is van, moet je wachten op de resultaten van het onderzoek? Of durf je nu al op basis van de aanwijzingen, misschien nog niet de feiten, maar al wel keuzes te maken? Dus dat is in het kader van het thema van dit festival wel een aardige dus. Oké, we zijn door onze tijd heen, zie ik. Ik wil eigenlijk iedereen bedanken voor zijn bijdrage. En ik heb nog één sheet die ik graag met jullie wil sharen. En dat zijn de andere sessies voor het middagprogramma. Dus ik hoop dat jullie nog een tijdje blijven op het festivalterrein van Do Facts Matter. En ik wil vragen om toch alvast in potlood 19 maart in jullie agenda's te zetten. Het IPMV heeft dan een webinar met de ervaringen van Aarle Riksel, pilotonderzoek. Gaan we de diepte in? En wat hebben we daar geleerd over ozon en UV? We kijken ook naar de 19 maart. Ja, 19 maart. Oh, nou ga ik terug. Ik kan het niet lezen, verdikke me. De Pacas en ozonbehandeling. De pilotonderzoek wat we daar gaan doen, ook in samenwerking met Rijnland. En de duurzame kool en de effecten van de poederkooldosering op de slip-eindverwerking staat centraal. En voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en de interactie.
En 4 november, ik hoop dat we dan gewoon fysiek elkaar weer kunnen ontmoeten. En ook gezellig een kopje koffie of een borrel drinken na afloop. In Amsterdam, de Aquater, proberen we weer het internationale karakter vorm te geven. De internationale kennisuitwisseling. Pakken we ook samen op met het versnellingsprogramma. Dus ik hoop dat jullie er dan ook weer bij zijn. En dat we elkaar dan fysiek kunnen ontmoeten. Hartelijk bedankt. En nou, tot een volgende keer of elders vanmiddag in het programma van Do Facts Matter.